Hallo, welkom bij een nieuw filmpje. Terug een scrap layout, deze keer met de DLS-kit van november. Fuzzy socks, eigenlijk dus een winterkit. Maar ik heb er een zomerfoto mee gescrapt. Ik wou gewoon ook eens tonen hoe veelzijdig deze kit is. Ik vind het niet per se winterkleurtjes. Er zitten wel embellishments in die je enkel voor de koudere dagen kan gebruiken, maar er zit heel wat in die je eigenlijk voor al je foto's kan gebruiken. Ik werd geïnspireerd door de houten hartjes die erin zaten en ik wou eigenlijk zoveel mogelijk hartjes op mijn layout laten terugkomen. Ik begin met de die-cuts die erin zitten en dan heb ik uit restjes papier mijn eigen hartjes geponst en gestanst. Ik gebruikte daarvoor twee ponsjes, maar ook de stansjes van Laan en Faan, zijn die denk ik, de dies van Laan en Faan is het. En ik maak daarmee dus een verticale boord onder mijn foto. Ik weet niet of je mijn foto echt goed kan zien, want hij lijkt nogal donker op het scherm, maar in het echt zie je het wel hoor. Het is een foto die genomen is bij valavond op vakantie, toen ik met Loes op de rug in de draagzak aan het wandelen was tussen de druiven in Frankrijk dus. Ik maak eigenlijk met de verschillende hartjes een border en ik gebruik daarvoor eerst de grotere hartjes, zodanig dat ik heel die strook opvul. En dan daarna ga ik met de kleine hartjes op, de gaatjes vullen eigenlijk. Hè. Ik had ook een boordje van washi tape gemaakt, maar dat is uiteindelijk helemaal verstopt onder de hartjes. Maar geen erg, hè. Het is niet dat er zo weinig op zo'n rolletje wasje zit. Ik denk niet dat het van zijn leven gaat opgeraken. Dus niet erg dat je dan een boordje gebruikt hebt en je het niet meer ziet. Ik ga ook de houten hartjes hier en daar verspreiden. Om zo wat dimensie in mijn pagina te brengen. En ja, om een ander materiaal te gebruiken. Dat maakt het altijd wat interessanter. Die kleef ik vast met mijn tacky glue. Dan zullen ze niet meer loskomen. En ik ga uiteindelijk ook die hartjes laten terugkomen op twee andere plaatsen. Zoals ik wel vaker doe. Hè. En zo dan een driehoek eigenlijk maken van embellishments of van hartjes hier. Ja, dus doe ik links bovenaan en dan ga ik eerst ook een stukje washi tape gebruiken en dan ook nog rechts, ja, in het midden niet echt, maar op 1/3 van mijn pagina eigenlijk. Hè. Deze washi tape zul je wel nog zien, een klein beetje toch. Wat kan ik daar nu nog over zeggen? Soms weinig, hè. Ik wou ook nog iets anders met die hartjes. Dus ik heb die houten hartjes proberen te minken met mijn mini-mink. Dat was niet zo'n goed idee. Helemaal niet zo'n goed idee. Ze zijn blijven steken in mijn mink. Ik kreeg ze er niet meer uit. Ik heb mijn mink opengevezen uiteindelijk. En ze dan er toch met een latje uitgekregen. Maar dat ga ik dus niet meer doen. Ik had het voordien al eens geprobeerd hout te minken. En dat was wel goed gelukt. Maar die wood veneer was veel dunner. Dus ik denk niet dat ik mijn wood veneer nog met mijn mink ga proberen minken. Ondertussen heb ik ook de puffy stickers gebruikt. En heb ik van die puffy stickers de stripjes die zo lijken op washi tape genomen, waar woordjes op staan die eigenlijk niks met winter te maken hebben, maar die meer algemeen zijn, heb ik ook op die drie plaatsen gekleefd. En dan ook nog wat van de
woordstickers. En er was een woordsticker met, ik denk, long cold walks. Daar heb ik gewoon de cold van tussen geknipt, zodanig dat ik die ook kon gebruiken. Nu, ik wou wel die hartjes minken. Aangezien het met mijn mink niet ging, heb ik gewoon mijn decofoil pen genomen. En dan daar een beetje van de folie op gedaan. En dan eigenlijk met mijn diamond press die folie daarop gedrukt. Nu, je gaat zien bij het eindresultaat dat dat niet mooi egaal is. Dat zijn maar hier en daar stukjes folie dat erop kleven. Zelf vind ik dat niet zo erg, maar als je een goed resultaat... Ik heb wel gemerkt dat hoe langer je het eigenlijk laat drogen, die pen, hoe beter het resultaat. Je moet het ook redelijk veel opdoen. Maar je moet het echt wel de tijd geven om te drogen. Je mag niet als het nog nat is... gaan drogen. Hier toon ik het nog eens. Dus echt goed volledig bedekken en dan niet direct doen. Dus ik ga ondertussen een beetje verder met het embellishen. Ik heb nog enamel dots gebruikt. Ik heb ondertussen ook de titel erbij gezet en dat is Love You to the Moon and Back. En ik ga dus op die drie plaatsen ook enamel dots toevoegen. Ondertussen zijn die hartjes een beetje aan het drogen. Dat duurde wel langer dan wat je hier ziet natuurlijk. Ik versnel mijn filmpjes. En dan ga ik het nog eens proberen. Dus gewoon folie erop en door de diamond press. En je ziet dat het hier wel een beetje kleeft. En het is ook nog altijd niet perfect, maar wel al veel beter. Dus het is een beetje zoeken hoe je een mooi resultaat kan krijgen. Maar als je tevreden bent dat het niet helemaal bedekt is, dan gaat het op deze manier ook perfect. Voilà, dat was het. Hopelijk vonden jullie het fijn om te kijken en tot een volgende keer. Dag!